20e eeuw. Toen in het jaar 1099 Godfried van Bouillon met zijn kruisridders Jeruzalem binnentrok, vond hij daar een ziekenhuis waar christensoldaten en moslims werden verzorgd door hospitaalridders. Nu, 900 jaar later, leeft die traditie voort in de Johannieterorde. Met name op de ridderdag, dan komen de oude ceremoniële aspecten weer naar voren. Dan dragen de rechtsridders en de rechtsdames die dragen nog steeds de zwarte lange mantel met het witte achtpuntige kruis. De ridderslag wordt gegeven aan de nieuwe leden die toetreden tot de orde. Het geheel natuurlijk gevat in een kerkdienst, waar ook allerlei symbolen nog worden gehanteerd die eigenlijk al 900 jaar in de orde worden gehanteerd. En tot op de dag van vandaag is nog de... Het oude devies ten dienste van de mensheid is nog steeds actueel. Mag ik u eens voorstellen? Goedemiddag, dames. Goedemiddag. En meneer Jan. Goedemiddag. Dit is een mevrouw van de Johannieterorde die wij even vandaag ons huis willen laten zien. En wat dit voor afdeling is. Nou, het derde gebouw. En dat zijn onze in aanbouw zijnde zorgwoningen. En dan ziet u hier een heel nieuw complex. Ik ben erg blij dat ik de kans gekregen heb om hier te komen en dat ik de kans genomen heb. Dat was natuurlijk toch een aarzeling misschien? Nee, helemaal niet. Ik was echt oprecht blij toen mevrouw Vos zei, u kunt hier komen, schoten de tranen in de ogen. Want ik woonde dan weer terug op de recreatiezaal. En aan die kant kijkt u dan op de zorgwoningen. Dat is nieuwbouw? Ja, dat is nieuwbouw. Daar hebben we nog geen mensen inwonen. We zijn nu druk bezig met het... U heeft hier in het Theodotion rondgelopen. Ja. Waarom wilt u hier zoveel over weten? Morgen is de dag dat ik tot Johannieterdame word geslagen. En ik denk voordat je lid wordt van iets, het is het toch goed om je te verdiepen in de diverse projecten die de Johannieter ondersteunt. De Johannieterorde ondersteunt onder andere hier Theodotion. Ik ben onder de indruk van de diversiteit en van de opzet van, van het huis met zijn diverse poten, de reactivering, de verzorging, de verpleegafdeling. Ik ga ook nog een keertje kijken in Amsterdam om gewoon een breed beeld te krijgen wat de Johannieterorde allemaal doet en waar ik me ooit voor kan gaan inzetten. Sinds 1990 kunnen ook vrouwen toetreden tot de Johannieterorde Nederland. Daarvoor hadden wij al een bloeiende vereniging damesafdeling van de Johannieterorde. En we hebben besloten, en dat past ook in het, de geest van deze tijd, dat we dat gelijkschakelen in die zin dat de dames nu ook volwaardig ordelid zijn. Maar een voorwaarde is dus dat mensen van adel zijn? Ja. Dat is zo geboren uit de geschiedenis. Want het was de adel, het waren de kruisridders die zich vroegen om het hospitaal van Sint-Jan in Jeruzalem bekomende. En dat is traditioneel is dat zo gebleven. En het is voor ons een stuk makkelijker als je het in die kring houdt, want we willen graag voorkomen. En dat komt helaas nog wel eens voor dat mensen uit andere overwegingen dan uitsluitend ten dienste staan van de mensheid graag lid van onze orde zouden willen worden uit een gevoel van ijdelheid. Dit is de afgesproken pijl, hè, hier. Dan hou je je zwaard gewoon voor je. Ik hou het niet even jas. Ja. Stella, we hebben nog een paar. Ja, kwart over tien lopen. Ja, kwart over tien. En dan willen we te pas. Als u hier komt stoppen. Nee, maar dat is een beetje wild. Een beetje wind. Gelukkig wel. Ja, het is daar binnen heel warm. Ja, maar het is normaal. Nou, we staan op de foto. Prachtig. Ja, dat is goed. Ik heb allemaal die sterren. Oh jee. Ja, ja. Altijd dezelfde. Ja. Welke zender is dit? De oude orde uit Jeruzalem kreeg later een katholieke tak en een protestantse tak. Ze werken tegenwoordig weer veel samen. De katholieke tak is de Malteserorde. De Johannieters zijn protestants.
De Johanniterorde is nauw verbonden met het koninklijk huis. Onze landcommandeur is zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard. Erecommandeur is de koningin, koningin Beatrix. En sinds 2 jaar is als rechtsridder toegetreden tot onze orde de prins van Oranje. En dat is een oude traditie die altijd heeft bestaan, dat leden van vorstenhuizen in de leiding zaten of de hoogste leiding hadden van de Johannitenorde. In Engeland is het zo. De Queen is daar het hoofd van de orde. In Duitsland, in de Balei van Brandenburg, is nog prins Wilhelm Karel van Pruisen het hoofd van de orde. En in Zweden, ook een protestante tak van de oude orde van het Hospitaal van Sint-Jan, is de koning van Zweden de protector van de orde. Zijt gij bereid deze verklaring en belofte tot de uur te maken en deze overal en ten allen tijde gestand te doen? Met het zwaard gaf prins Bernhard zijn dochter 3 tikjes op de schouder. En daarmee was de prinses tot ridder geslagen. Vergezeld van prinses Irene verliet prinses Beatrix de ridderzaal als erecommandeur van de Johannieterorde, die zich als voornaamste doel heeft gesteld de verzorging van zieken en gewonden. Het hoofdkwartier van de orde is de kanselarij in Den Haag. Hier zit ook de stichting Werken, die vooral vrijwilligerswerk coördineert. Met geld van verschillende fondsen, waaronder de ook nog actieve Ridderlijke Duitse Orde, worden vrijwilligers ingezet voor hulp in tehuizen en bij vakantieweken voor gehandicapten en verpleeghuispatiënten. Ook kunnen mensen vragen of iemand met ze meegaat op vakantie. Als we even blijven bij het middelingsbureau, dan kan dat zijn iemand die blind is en graag een tandemtocht door Nederland wil maken en dan iemand voor op de fiets wil hebben. Het kan iemand zijn, een vrouw met MS bijvoorbeeld, die best alles kan, maar geen koffer kan dragen, een aangepaste auto heeft en gewoon een begeleider nodig heeft om, om een reis te maken. Wie zijn die vrijwilligers? We hebben Johanniet verpleegkundigen, maar we hebben ook ziekenverzorgsters en gewoon huisvrouwen met 2 rechterhanden die dat ook ontzettend leuk vinden om eens een keer met iemand met vakantie te gaan op deze manier. Dus eigenlijk van alles door elkaar. Een heel stel komen erbij. You have to come now. Yes, you're more than welcome. Okay, see you soon. Thank you. Als iemand die naar een ziekenhuis wil en die we niet direct kunnen helpen, want wij weten ook niet waarom ze naar het ziekenhuis wil en wat aan de hand is. Kruisvost is bedoeld voor onverzekerden. Yeah. In Amsterdam heb je een erg groot probleem met onverzekerde mensen. Yeah. Voor een erg groot deel zijn dat illegalen die hier op straat rondzwerven. Uit veiligheidsoogpunt hebben we daar een knopje voor de deur. Alarm kunnen we indrukken als ze hulp nodig hebben. Yeah. Politie zit hier om de hoek, die kunnen we zo bellen. Bent u zelf Johan niet de ridder? Nee, ik ben geen Johanniter ridder. Mijn ouders zijn wel lid van de Johanniterorde. Ik ben zelf lid van de jongerenvereniging van de Malteser en Johanniterorde. Nou, hoe lang doet u dit al? Ik doe dit nu iets van 9 jaar. Ik ben begonnen in mijn studententijd meegenomen door andere vrijwilligers die hier werkten. En waarom doe je dat? Omdat ik het idee heb dat ik hopelijk daarmee mensen een klein beetje verder helpen in deze wereld. We zien dat de overheid terugtreedt op een aantal punten van gezondheidszorg. Die gaten die dan ontstaan, die proberen wij op te vullen. Niet dat wij vinden dat wij dat steeds moeten blijven doen, maar dat we wel een initiatief nemen opdat men alert wordt dat daar iets in de particuliere sfeer moet gebeuren. En als wij vinden dat het verantwoord is om de activiteiten over te dragen aan een gemeenschap in de regio, dan doen wij dat ook, maar we zetten wel de trein op de rails. De kerkdienst op de jaarlijkse Ridderdag en de ceremonie van de Ridderslag zijn besloten. Maar we mochten wel filmen bij de repetitie van de Ridderslag van mevrouw Hekking. Ik verzoek mevrouw Hekking, de jongen van Ellemeet, op het Johanniterkussen te willen knielen ten einde van de coadjutor de Ridderslag te ontvangen. Met deze 3 slagen sla ik u tot Johanniter dame.
Voor hulp in tehuizen en vakanties voor gehandicapten bestaan meer instellingen in Nederland. Met het Rode Kruis bijvoorbeeld werkt de orde samen. Wat is het verschil? Een van de verschillen is dat onze orde werkt op geestelijke grondslag. Een ander verschil is dat wij, als wij toetreden tot de orde, hetzij als dame, als Joniet dame, hetzij als Joniet de ridder, een gelofte, een belofte afleggen, plechtig in de ridderdag, waarin wij beloven dat wij ons hele leven lang in zullen zetten voor onze naasten en voor onze medemens. Dat is een bindende belofte. En dat kan dus op veelerlei manieren. Het kan juridisch bestuurlijk. Het kan ook heel concreet dat je een rolstoel duwt. Het mooiste is als je allebei doet. Ja, ik denk dat dat. Niet. Waar reken je dan voor? Ja. Het kapitel. Tot slot.